Daar zijn we dan. We zijn er, ja. Dus, kijk, dit is wel weer anders. Hè. Ik bedoel, we zijn nu over de grens. Hè. Daar hebben we zeg maar, weken naartoe geleefd. Nu is het eindelijk zover. We zijn nu in Assen, ja. De hoofdstad van Drenthe. Ja, Assen leeft, hè, jongens? Ja, Assen leeft. Assen leeft. Deze drie jongens die vinden het natuurlijk ook wel mooi. En die willen wel meemerken aan de opening. Dat vind ik wel leuk, ja. Nou, deze boys. Hartstikke dus, mooi. Bedankt, jongens. Ja, jongens. Toppie, hè? Mooi. Mooi. Ik krijg nu een aantal reacties heb ik gehad dat mensen zeggen, hey, wat een leuke vlog. Maar wij maken geen vlog. Dit is een televisieprogramma online. Ja, maar ja. Of niet? Nou, ja, dat is een beetje raar natuurlijk. Ja, het is ook geen televisie. TV, het is een programma online. Precies, een programma online. Kijk, dit is niets de nadelen van vlogs, mensen. Ik maak ze zelf ook. Ik heb vorig jaar heel veel gemaakt achter elkaar. Klik op de i voor het voorbeelden. Maar dit is geen vlog wat Piet en ik maken. Dus ik wil je dit even voorleggen, Piet. Kijk, stuurde ik naar Rickert. Dankjewel, Rickert. Voor je complimenten. Maar het zijn geen vlogs. Je bent niet de eerste die het een vlog noemt. Maar ik snap ook niet waarom mensen dat een vlog noemen. Omdat het op YouTube staat misschien. Zou dat het zijn? Ik ga er een punt van maken in de aflevering. Maar toen kreeg ik het volgende idee. Omdat Rick het stuurde met deze reactie terug. Ja, Ismael, dankjewel voor je uitgebreide videoreactie. Zo zou ik het maar even noemen. En hierbij ook mijn welgemeende excuses dat ik jullie programma... Niet nodig, Rick. Vlog heb genoemd. En dat is het inderdaad niet natuurlijk. Doordat ik deze reactie kreeg van hem terug, dacht ik van, hey, zou het ook tof zijn dat mensen, in plaats van dat ze een comment schrijven of aanvullend, een videoreactie sturen. En dan de leukste, die pak ik dan op mijn telefoon, die laat ik jou dan zien aan het begin van de show. En zo hebben we nog meer interactie. Nou, hartstikke goed. Waar gaan we het over hebben? We zijn over de grens. We gaan over de grens. Dus de opening is natuurlijk gewoon dat je een gesprek aanknoopt. Maakt niet uit waarover. Maar dat je dat begint met meneer en mevrouw, ben u een Drents? Bent u een Drents? Ja, ben u een Drents? Ik ben Drents. Ja, geboren en getogen. Geboren en getogen. Ik ben een hele mooie plek geboren. Waar? Voormalig kamp Schatberg, tussen alle Molukkers. Echt? Ja, waar? Fantastisch. Je hebt nu nog het huis van de kampcommandant. Ja. En daarnaast was ook een huis, bestaat niet meer. Daar ben ik geboren. Ja? En in welk jaar? Sub 50. Ja. Ach, ik ben van mijn geloof wel Assenaar. Ja. Ja, we hebben toch geweldig, nou, met een prachtige museum, nou weer een mooie expositie. Ja. Geweldig cultureel centrum. Ja. De vaart met de bokjes in de zomer. Assen is veel leuker dan heel veel mensen denken. En veel actiever dan heel veel mensen denken. Ja, maar als je uit Groningen komt, moet je toch even slikken, hè? Ja, maar wij hebben geen studenten, hè? Dat verschil. Dat is jammer. Maar Groningen is ook mooi, maar heel veel mensen verkijken zich op Assen. Dat komt door deze imago van de ambtenarenstad. Omdat het bestuur hier al eeuwen gevestigd is. Maar het is al lang niet meer zo, want er gebeurt heel veel hier. Ja. Hey, maar Rick, even een vraagje tussendoor. Waarom zijn al die Amerikaanse vlaggen niet in de stad? Omdat het museum heeft American Dream. Dat is een werk van Hopper en zo. En daarom hebben heel veel winkeliers de stad een beetje aangekleed. Rick, is dat hele pand bij jou? Is nee, alleen beneden. Daarboven woont iemand anders en ik woon daar. Ja, dit, ook met dat balkonnetje? Balkonnetjes van mij. Prachtig, sir. Hey, toch Klor, wat heb jij daar voor de herinnering aan Ismael? Nou, ik zal je een mooi verhaal vertellen. Ja. Het leuk begin, man, in Assen. Wat is uw geboorteplaats? Assen. Oh ja? Ja. Dus u bent nu op uw geboorteplek. Ja. En wat is het leuke eraan? Wat is het leuke eraan? Ben u was jaloers op Gronings of zo, of op Fries? Oh, nee, helemaal niet. Nee? Nee, Drenthe is weer heel anders. Ja, hè? Kunt u nog tot slot nog een van deze tijd de definitie geven van een echte Drentse vrouw? Is die warm? Is die hartelijk? Is die lief? Hartelijk, dacht ik wel. Ja? Ja. U lijkt me ook een vrouw, een sociale vrouw, die wel iets voor een ander over heeft. Jazeker. Ja hoor. Ja. Ja. Maar mag ik er nou het einde? Ja, ik bepaal natuurlijk wanneer u door mag. Oh. Want ik ben de baas. Jawel, maar ik kan niet langer staan. Oh nee, maar dan is goed. Dan is goed, dan mag u weg. Maar ik heb toch liever dat u even wacht tot ik zeg van, het is gebeurd. Kan toch niet? Het is klaar, mevrouw. Fijn, gaat u maar verder. Wat zei je nou? Kan niet? Nee, dat kun je niet maken. Hoezo? Ik wist toch niet dat zij niet zo lang kon staan? Nou, wel, ze staat nu alweer stil. Kijk maar even erbij. Zie je, dus het maakt niet uit. Hier staat zo weer stil. Ja, staat er met Ludwig te kletsen. Ja, nee, maar dat bedoel ik dus. Ja. Terwijl het interview goed ging, hè? Ja, maar dat wist jij verder niet, Piet. Nee, ik wist niks van dus haar. Ik kwam meteen voor haar op, want je vraagt ook niet van, mag ik u wat vragen? Nee, maar ik bepaal wel wanneer zij verder mag. Oh ja? Ja, als ik nog bij wijze van spreken nog een minuut daar door wil gaan, had ze dat gewoon moeten doen, want ik ben de baas. Ik ben geboren in Friesland, maar mijn vader die was kapitein bij de douane. Ja.
En daardoor ben ik ook in mijn jeugd heel vaak veranderd van woonplaats. Ja, ja. Maar bent u in 2002 bent u dus hier gekomen? Ja. En was dat vanwege de liefde of zo? Nee, dat kwam omdat ik als maatschappelijk werkster werkte in Alkmaar, ja, bij de gemeente. En toen op een gegeven moment, toen had ik 3 keer een inbraak gehad. En de laatste keer de inbrekers getroffen. Oh ja? Ja, oh. En toen heb ik daarna, toen ik van een opleiding afkwam, heb ik s'avonds werd ik ingesloten in een groepje mannen en toen dreigden ze met verkrachting. Echt? Ja, dus toen had ik het gehad. Ik zeg tegen mijn dochter, ik ga in Drenthe wonen, want dat is de mooiste provincie van Nederland. Ja. Oh. Ik kom uit Brabant. Maar jij komt uit Brabant, maar je woont in Assen? Nee, in Laarnen, maar dat is Drenthe. Maar dat is zeker wel een helft job, of niet? Was jij liever in Brabant gebleven? Eerlijk gezegd wel. Ik weet al wel weer wat de oorzaak is dat jij hier bent. En dat een man. Nee. Onvrijwillig meegemoed toen mijn ouders verhuisden. Oh, dat kan ook, ja. Er zijn 2 mogelijkheden. Of je gaat met je ouders mee, blijft hangen. Of de liefde is het. Heb je een Drentse man? Nee. Waar komt die weer, jouw man? Mijn man komt nergens vandaan. Heb je geen man? Nee. Ongelooflijk, ga je me in de camera kijken. Oh. Deze vrouw heeft geen man. Normaal heb ik er een neus voor. Dan denk ik, nou, dat is een vrouw alleen, dat is een man alleen. Maar dus even, de neus is verstopt. Ik ben oorspronkelijk, kom ik uit de stad. Hoe heet jij nou maar? Nieborg. Mijn voornaam? Geert. Geert Nieborg, u komt uit de stad. Ja. En jij bent nu in Assen? Woon in Assen? Ik woon in Assen. Waarom? Omdat mijn vrouw hier wegkomt. Ja, precies. En jij bent gelukkig in Assen? Ja. Maar als ik een keuze had. Is dat zo ongelooflijk, Piet? Dan. Ja. Nou, ga ik jou de vraag stellen. Wat is het verschil tussen Drenthe en de Groninger? Je hebt beter met een Groninger te doen dan met een Drenthe. Oké, en waarom? Omdat eigenlijk een Groninger is altijd te vertrouwen. Wat is de Drentse vrouw? Ken ik niet. Kan u niet? Ken ik niet. U kan niet zeggen van de Drentse vrouw is dubbele punt? Nee. Ken ik niet. Wij zijn op zoek naar een Drent. Een echte. Kom even hierheen dan. Komt er gewoon aan. Ik heb nou al overwicht hier. Fantastisch. Geef u eens een definitie van een Drentse vrouw. Kan ik niet. Nee? Nou, hartstikke bedankt voor het interview. Ging ook wel weer diep, hè, dit gesprek. Ja. Oh, wel. Mevrouw, kunt u even meelopen naar het midden van het plein? Misschien heb ik kijken of ze doet. Nee, want ik wil u even één vraag stellen. Maar voor Ismaël, die moet een mooie achtergrond hebben. Dus geeft u mij maar even arm. Dan gaan we daar staan, ja? Nou, en ik ben helemaal verdwaald hier in Assen. Ja, man. U kent mij. Ja, van TV Noord. Ja, ja, ja. Dus u bent een? Echte Drent. Ja? Ja, 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 ja. Maar u kijkt naar Noord. Ja. Niet ja, naar Drenthe? Ja, ook naar Drenthe. Ook naar Drenthe? Ja. En wat is dat dan? Is dat een bepaalde liefde die u voor Groningen heeft? Of? Ach ja, onze dochter woont in Groningen. Ja. En ja, gaan we wel eens winkelen. Ja, en dit is dus het kloppend hart of zo van Assen waar we nu staan? Ja, dat hier moet hier gebeurt het. Dat moet het eigenlijk wat ja, zijn. Ja, het is kloppend hart van Assen, ja. Wij ook, ik zie alleen maar, ja. Hè? Gebeurt ja, weinig. Jawel. Heb u nog iets voor de kijkers van Lotz en van Dijk? En dat zijn er nogal wat. Heb u nog een boodschap? Of is er nog iets wat u kwijt wil? Nee. Nee? Nee. Ik breng u wel weer naar het trapje. Nee, ik ga die kant op. Oh, u gaat die kant ja, op? Ja. Oké. Okay. Red u het alleen? Ik red het okay, alleen. Oké. Ik kom uit Oostenrijk. Oh ja? Je spreekt super Nederlands, man. Nou, dat is geen toeval, hè? Geen accent of zo. Nou ja, dat hoor je niet goed. Nee, hè? Nou, een beetje. En u bent wel een Drentse? Nee, ook niet. Nee, waar komt u vandaan? Gelderland bij Arnhem. En welke Oostenrijk, waar komt u vandaan in Oostenrijk? Uit Oberösterreich. Maar bent u gelukkig hier? Jazeker. Ja? Ja. U ook, mevrouw? Ja hoor. Ja? Zeker. Ja, hè? U wil hier niet meer weg? Nee. Goh, leuk man. Zij de buurt van Arnhem en hij Oostenrijk. Kom ik tegen, woon in Assen. Ik kan dit helemaal niet meer. Weet je, we hebben ook een tijdje van die mensen gehad die duiven voerden. In Assen lopen ze er nog steeds mee te koop. Ismaël kan er wel bij komen nu. Welke kant ga je staan, naar links of rechts? Hij loopt gewoon achteraan, zie je wel? Wie? Die kerel met die pers. Oh, ja. Daar loopt weer 2 meter achter zijn vrouw. Ja, maar Piet, dit soort dingen is een heel leuke radio. Ja.
Je moet het Piet elke keer. Je moet ze wel zien. Dan moet ik ze wel zien. Ja, nee, maar ik zag ze net voorbij komen. Oh, het is mij meegevallen. Ja, hè? Ongelooflijk, wat mooie dingen hebben wij gedaan. Ja. Als ik ben super enthousiast. Ja, ik merk het aan je. Ja, geweldig. Ik moet het altijd even laten bezinken of zoiets. We hebben heel veel materiaal. Oh, heel veel weggooien. Oh, ook hele mooie dingen. Oh, mooi wel. Oh, ik ben super blij. Het was zeg maar over de grens. En dan ook nog weer heel dichtbij. Dus voor een man zoals ik was het ideaal. En ook deze keer in Assen. We staan nu op het Koopmansplein. We doen nu de outro. Deed ik het natuurlijk niet alleen. Ik deed het samen met Lots. En Van Dijken. Abonneren kan hier. En vorige video's staan daar. Klik daar eens op. Goh. Kijk, hè? Wat gaan we doen? Volgende week gaan we nog iets doen? Nee, gaan we nog niet verklappen. Nee, meneer, u loopt voor de camera langs. Daar is onze uit. Hallo zeg. Jongen, kom op man, kijk even uit waar u loopt.